schot is. Hij rijdt voorop en gaat zich waarschijnlijk iedereen laten halen. Dat doet hij zeer doodgemaar en heel erg goed op zal zijn. Bijvoorbeeld Tristan van der Maan, want hij ligt in de tweede positie. Van Kessel lijkt veilig. Van Kessel, wanneer hij de tappers onder voeten blijft houden, zal hij hier de titel meegenemen naar Nuland. En zal de tweede plek in handen blijven van Van der Maan, waar het dan Polster is die met het startje toch weer zijn kansen heeft verloren. De winst naar Van Kessel.